Bredis, we zijn back. Voor alle mensen die er trouwens zijn bijkomen met al de partyvlogs, ik maak ook, of ik maakte ook veel andere video's gelijk deze, dat ik achter mijn bureau zit en gewoon basically iets lul tegen jullie. Ik zal de playlist even linken, kunnen al de video's gaan terugkijken als je wilt. Maar vandaag moeten we even over iets anders praten, mannen. Mensen zijn boos. Ik weet niet of jullie het concept meme techno en troll and bass kennen. Dat is eigenlijk een muziekgenre dat ik nu al een tijdje aan het draaien ben, vooral op TikTok. En het is super viral. Iedereen praat erover. Ik weet niet voor de mensen die het nog niet zouden gezien hebben. Vandaag is er een artikel verschenen op Studio Brussel. Keihard beuken op Dovi Keukens. Hoe meme techno en troll and bass een hype worden. Ik vind het heel sick om te zien, want obviously draai je dat gewoon voor de joke. En omdat dat zo baraka is, maakt het dan ook weer grappig of zo. Maar mensen zijn echt pissed, man. What the fuck? Vieze asbak, natte visstick. Gladde paling. Het bestaat allemaal, man. Wist ik gewoon die kick en ik trip hem met de dikke barb staan al een tijdje in het Spotify Viral 50 tussen de nummers die in België het meest worden gedeeld. Insane toch? Ik vind het zo grappig om te zien dat mensen letterlijk scheid hebben, snap je? Dat is het hele thema of het hele concept van die meme techno. Dat mensen gewoon geen fuck geven. Het scheid aan serieus. Ewa, ja, het staat er al, hè, kijk. Anyways, ik ga even doorspoelen, want er is een guy, Pombak, die mij vermeld heeft in zijn artikel hier op Studio Brussel. In België is de scene minder groot en niet duidelijk omlijnd, maar er is één naam die er bovenuit springt. DJ Pombak. Zijn Dovi Keukens Hardcore Remix is meer dan 120.000 keer gestreamd op Spotify. Makkers, what the fuck? Hij was deze zomer overal te horen, met dank aan DJ's als Michael Amani. Maar dus Pombak heeft eigenlijk die Dovi Keukens Remix gemaakt. En ik heb die voor het eerst op TikTok gehoord een aantal maanden geleden. Ja, 8-7 is de eerste keer dat ik Dovi Keukens gepost heb. En ik moet zeggen, de comments daar waren eigenlijk relatief nog nice. Donald Muilen is familie van mij. Mijn management heeft eigenlijk Dovi Keukens gecontacteerd na deze viral. En zegt van, joh, is misschien een idee dat Donald Muilen meekomt naar een show van Michael Amani. Voor dan samen Dovi Keukens te brengen, zeg maar, op stage. Maak er besef hoe ziek dat geweest hebben. We hebben dus contact gehad. Hey Michael, Donald voelt zich oprecht gecharmeerd door je uitnodiging. Eind dit jaar blaast hij 70 kaartjes uit. De tijd van feestjes en festivals heeft hij al eventjes achter zich gelaten. Ah, sad. Ik had die sound dus op TikTok gezien en ik dacht, als mensen zo goed gaan op TikTok, is de kans ook kei groot dat mensen ook goed gaan op een feestje. En dat bleek ze te zijn, want ik heb hem voor de tweede keer gepost en toen heeft Dovi Keukens 880.000 views gehad. Blijf goed gaan. En uiteraard, wat krijg je als je zo'n viral video hebt? Word je het niet beu om al dezelfde set te draaien? 778 likes. Dit staat gewoon op Spotify. Hier moet je hele DJ voor zijn, ze. Mitchell Muilen, zei, dat is mijn onkel, man. En toen is eigenlijk mijn idee gekomen van, ik moet misschien Donald Muilen eens sturen. Stel voor dat hij zo achter de DJ-boot zit verstopt. Wij maken uw keuken in België. Bro, besef wat voor een legendary moment dat had geweest. Maar het heeft niet mogen zijn. Ik snap het wel. Makker broer is al 70 bijna. Dus de kwaliteit op die festivals is toch serieus achteruit gegaan. Zo, hè? Ewa, ik ben trouwens wel benieuwd eigenlijk wat dat mensen te zeggen hebben op de artikel op Facebook. Want meestal zijn de Facebook commenters wel de diehard breiders. Of niet hier, 256 comments. The End of Techno, gelijk nieuw beat in der tijd. Ook naar de knoppen gedaan door Onoos. Net zoals House destijds thuis geproduceerd werd door gedreven muziekliefhebbers die niet op commercieel succes uit waren, zoals nu deze nieuwe generatie die enkel leuke muziek wil maken. Exact. Al die mannen, Gladde Paling, Natte Visstick, Pombak, fucking Pombak is 70 jaar die guy. Het zijn allemaal mannen die gewoon thuis zitten, die funny stuff willen doen, geen fok willen geven en dan met zoiets komen en dan het geluk hebben dat dat effectief ook het wordt. If anything, ik ben gewoon blij voor die boys dat hun platen gewoon goed marcheren en fucking 120.000 streams op Spotify al maken. Dat is crazy. De inspiratie is op aan het geraken bij sommigen. Ik vind het trouwens heel straf dat er nog niet meerdere bedrijven zijn die berichten gestuurd hebben naar producers of DJ's of whatever en gevraagd hebben van, yo, dit is onze slogan. Kunt je daar iets mee doen op sociale media bijvoorbeeld? Ik heb enkel nog maar Dovi Keukens en nu fucking kruidvat. Er was één guy, Lars, en die zei, wordt het die beu om altijd dezelfde set te draaien? Dus ik dacht... Er is één gast op TikTok, Lars, en die zegt, wordt het die beu om altijd dezelfde set te draaien? Ik vraag het aan jullie. Dovi Keukens, ja of nee? Hey, oh ja, de topcomment. 16-jarige, by the way. Zo'n comments vind ik altijd heel gek eigenlijk, omdat iedereen is ooit 16 geweest. Desondanks mogen 16-jarige mensen zich toch ook gewoon amuseren. Veel mensen zeiden nee, dat heb ik ook veel gelezen in deze TikTok, man. Maar zeggen veel mensen nee? Om altijd dezelfde set te draaien. Dovi Keukens, ja of nee? Ik heb het gevoel bij deze, hetgene wat je wilt horen, als ik hiernaar luister en ik denk, ik hoor nee, hoor ik inderdaad nee. Maar als ik denk, ik hoor ja, hoor ik wel ja's. Dovi Keukens, ja of nee? Nu hoor ik ja... Dovi Keukens, ja of nee?
Eerst hoor ik zo'n paar days en dan allemaal ja. Maar anyways, man, doe toch gewoon chill. It's a beautiful day. Mensen zijn gelukkig, je weet toch. Not gonna lie, het publiek klonk als vijfjarige kindjes. Oh. Niet eens zijn eigen nummer. Iets wat ik ook heel veel zie passeren, dat mensen een probleem hebben met het feit dat ik platen draai van andere DJ's of andere artiesten. Ik reageer normaal gezien nooit op TikTok op zo'n comments, maar ik wil het hier toch even gezegd hebben, omdat ik het gevoel heb dat de mensen die op YouTube kijken iets meer brain cells hebben als de mensen die op TikTok zitten. En beseffen dat een DJ niet alleen nummers van zichzelf draait. Ik draai heel veel nummers van mezelf. Veel edits, veel remixes. Zeker in mijn geval, ik ben een allround DJ. Ik speel alle genres van muziek door elkaar. Dus obviously ga ik dan verschillende nummers draaien in verschillende stijlen van verschillende artiesten. Lars nadat hij deze TikTok ziet. Maar of ik het niet beu word om dus altijd dezelfde set te draaien? Nee, eigenlijk niet. Het ding is, ik draai eigenlijk nooit dezelfde set. Er zijn altijd wel een aantal songs die terugkomen. Bijvoorbeeld voor tempo switch te doen of Natte Vistik, gooi die kick. Dat zijn wel songs die terug blijven komen, omdat dat momenteel de hype dingen zijn van dit moment. Maar ik speel dus nooit op elk feestje volledig dezelfde set. Niet eens een eigen nummer. Geen idee waarom zoveel mensen haten. Deze man is gewoon een goede DJ. Thanks, little mits. Iemand zegt dat het klinkt alsof hij aan het draaien was op de eerste schooldag in de basisschool. Hoorde vooral nee. Die zijn maximum 15 jaar. Ik las over laatst een comment van iemand en die zei van sowieso enkel 16-jarigen op deze feest. En ik klik door op zijn profiel en in zijn bio staat 17. Stop met coke snuiven. Loser. Ik zeg, waarom zo agressief, broody? Love. Ah, I don't know, manji, maar ik zie wel aan je dat gebruikt. En dan zegt hij, iedereen doet wat hij wilt, edgy. Ik denk de volgende keer gewoon twee keer na voor je een random bericht stuurt. Dat is toch niet de vibe. Ik was er van, no man, geen excuses. Jij bent de eerste influencer die op mij antwoordt. Ja, als je zo berichten zou sturen naar influencers, DJ's, whatever. Why the fuck zouden mensen antwoorden op je, bro? Dat is toch niet de manier waarop dat je ons benadert. Ik zeg er bovenop, je kent mij niet eens. Moest dat wel zo zijn, dan zou je weten dat ik niet into die dingen ben. Excuses, man. Mag ik u nu wel iets vragen dan? Vier dagen later. Zegt hij, ewa man, mijn excuses. Eerlijk, ik kende u niet. Ik mag geen voorgevoel hebben bij iemand. De muziek is echt oprecht hard, man. Tracknaam krijg ook echt gigantisch veel op TikTok. I don't get it, man. Letterlijk, hier staat de fucking audionaam. Dovi Keukens, Pombak Remix. Ga op Spotify, bro. Ik zit op Spotify, Adrenis. Er zijn gigantisch veel mensen nu bijkomen op mijn social media die mij niet kennen van de muziek die ik vroeger maakte. Voor alle mensen die hier kijken, er staat muziek online, op YouTube, op Spotify. 2018, mijn eerste release. Ik zal de link in de bio schrijven en dan kunnen jullie daarmee verder. Het is niet eens je eigen remix, man. Ding. Noemde jij jezelf een DJ? Man, toch. Ah. Man die dit liedje heeft gemaakt zit gewoon op mijn school, nul credit. Bro, letterlijk, in de audio staat wat de naam van de plaat is. Hij is getagd in de video. Hey, uiteindelijk komen we bij... Kruidvat. Ik heb deze sound voor het eerst gezien van ons Anneke Bananeke. Hey, goeie griet. Banger of niet? Anneke, 129. Hoe kan ze dan zoveel likes hebben? Anneke heeft trouwens ook een plaat of een video gemaakt op mijn Can edit. En ineens een nieuwe TikTok danstrend gestart. Toen ook met die kruidvat zijn er gigantisch veel pagina's en accounts in Nederland. Ik kan die reacties niet zien, maar er was iemand en die had gereageerd. Deze gaat... hard op mute. Die kruidvat remix is van Gilan Botje op TikTok. Gilan had eigenlijk een versie op SoundCloud gepost die niet dezelfde was als de versie die op TikTok file gaat. Dus ik stuur hem en ik zeg, bro, kun je mij de originele audio bezorgen alsjeblieft? En heeft hij mij dus de file gestuurd die ik dan op deze feest de nacht in Sint-Niklaas gedraaid heb. En die TikTok heeft 1,1 miljoen views gehad. Dus obviously gaan mensen er iets over te zeggen hebben. Hoor. Ik praat enkel over de kut comments, maar er zijn wel echt heel veel mensen die wel echt lieve dingen hebben gereageerd. Love. Wanneer de huis DJ geen Spotify premium? Wee, die is echt goud, man. Dit is voor de thumbnail, man. Dan noemt zich dan een DJ Spotify opleggen en dat afspelen kan ik ook zullen. Die comment heb ik trouwens geduet over laatst. Iemand op TikTok en die zegt: zo kan iedereen DJ zijn, hè? Een paar sounds van TikTok pakken. Ik heb een vraag: is er iemand voor die even op play moet komen duwen voor mij anders? Jos Vermeulen is back. 788 likes. En het gekste van alles, Jos reageert op elke TikTok van mij. En Jos volgt me niet eens. Biggest fan. Jos, welkom in Team Omani, maat. Maar je draait toch allemaal preloaded sets? Ik draai altijd alles live. Ik heb nog nooit in mijn leven een set of zo opgezet. Sma! Zomaar elke week zelfde set draaien. En dat boeit hem niet. Man gave him a core memory. Facts, man. Ai, maar dat mensen daar hun geld aan geven. Yo, ja. Maar dat is to wrap it up. Meme techno. Control and bass. Geen Samson, het is ketamine. Ketamine.
Maar nee, Samsung. Het is keitang. Precies niet veel draaien aan hè, op dit moment. Hey, wat broski. Ik was aan het focussen op de video, wat? Ineens iedereen is DJ, bro. Ik ben al fucking 8 jaar DJ. Wat is de titel van het liedje? Klik op de fucking sound. Wat ik net al zei, ik ben al 8 jaar DJ. En ik heb al zoveel verschillende stijlen gedraaid. Zoveel verschillende platen gespeeld in heel mijn carrière, om het zo te zeggen. Ik vind het heel leuk om trends op te volgen. Elk jaar zien mijn sets er anders uit. Ik ben nu zelf fucking harde fan van die meme shit. Dat hilarisch om te draaien. Ik vind het super nice om iedereen er helemaal lijp op te zien gaan. Ik blijf zelf nog altijd muziek uitbrengen die ik zelf cool vind. Maar ik vind wel dat ik in mijn DJ sets gewoon kan draaien waar ik zelf vet vind om te draaien. Samson en Cat van Natte Vistik. Let's go of niet? Fuck it man. Heb gewoon een beetje meer scheidmensen thuis. Hey. Lol. Verschiet hij dat het tekstje komt in zijn voorgedraaide set. Draai je ook ergens anders dan kinderfeestjes? Legit een van de slechtste DJ's ooit man. What the fuck? Twee reacties. Wat zeggen mensen? Inderdaad. Dat is nu ook toch zo de vibe voor zo'n mega random shit voor een plaat te zetten. Toen ik 8 jaar oud was, heeft mijn moeder me achtergelaten in de Aldi. Eigenlijk zou ik die eens moeten draaien, of niet? Eerlijk.